Oh, ik heb geen idee wat dit is. In Zeeland zorgt waterschap Scheldestromen ervoor dat we droge voeten houden. Best lastig als het klimaat verandert. Het is je vast opgevallen. Het weer verandert. Plensbuien worden steeds heviger en de droogte van afgelopen zomer zal je ook niet ontgaan zijn. Als waterschap zijn we er verantwoordelijk voor dat we in Zeeland niet te veel en niet te weinig water hebben. Bij nieuwbouw wordt er al volop rekening gehouden met water. We staan hier in de nieuwbouwwijk Mortieren in Middelburg. Dit is een nieuwe wijk waar het watersysteem heel ruim is aangelegd. Bij de ontwikkeling van deze wijk zijn veel huizen gebouwd. De huizen hebben terrassen en opritten. Er zijn wegen aangelegd. En al het water dat op deze verharding terechtkomt, moet afgevoerd worden. En daarom hebben we gezamenlijk met de gemeente deze vijver aangelegd waar het water in kan. Op deze manier houden wij de straten droog. Zeeland ligt grotendeels onder het zeeniveau. Door het overtollige water af te voeren via de sloten en de poldergemalen houden we het droog. Maar door die klimaatverandering regent het steeds vaker en heftiger. Kwam een plensbui van 60 mm in een half uur vroeger maar eens in de 1500 jaar voor? Tegenwoordig is dat bijna vier keer zo vaak. Om al dat water in goede banen te leiden, moeten we veel meer rekening houden met water. Bijvoorbeeld als er ergens een nieuwe wijk wordt aangelegd. Ik ben de duiker. Ik ben Rudy van Galen van Waterschap Scheldestromen en ik ben opzichter waterbeheer. Mijn taak is onder andere toezicht houden op de uitvoerende werken die in mijn gebied plaatsvinden. Controlemeting is inmiddels gedaan, ja. Als er ergens wordt bijgebouwd, zoals hier in de wijk Otene in Terneuzen, kijkt Rudy of er wel voldoende rekening wordt gehouden met water. Dit is helemaal van beton. Strakjes wordt het aangevuld en dan komt er hier zo dus de nieuwe weg komt hier over te liggen. Om het water goed te kunnen afvoeren wordt deze duiker aangelegd. En die betonnen koker die gaat straks het water doorstroom. Wat of in principe van de polder achter de nieuwe wijk toch afgevoerd moet kunnen worden. En omdat er een weg overheen komt, kan dus de sloot kan niet doorlopen. Dus moet er een duiker gelegd worden zodat het water onder de weg door zijn weg kan vinden. En zo komt er dus in principe een nieuwe wijk tot stand, waarin we ervan uitgaan dat de mensen dus geen natte voeten hebben en het water dus naar het behoren weg kan stromen. Daarom worden er tegenwoordig wadi's aangelegd in nieuwbouwwijken. Dit is nu een wadi. Een wadi is eigenlijk een Arabisch woord en betekent droogvallende greppel. In Nederland wordt een wadi gebruikt om regenwater op te vangen en langzaam af te voeren. De weg ligt hier een klein beetje schuin, waardoor regenwater wat op de weg valt vanzelf richting de wadi gaat. Het water zal hieronder in een buis terechtkomen en langzaam naar de vijver hierachter worden afgevoerd. En veel meer dan vroeger worden delen van de wijk bewust niet verhard. Hoe meer groen, hoe beter. Groen is natuurlijk niet alleen fijn voor de bewoners, maar hier heeft het nog een functie. Regenwater wat op dit groen valt, zakt langzaam weg in de bodem en op die manier kunnen we de bodem als een soort spons gebruiken. Handig in tijden van droogte. Op een verantwoorde manier met water omgaan. Daarvoor zorgt het waterschap. Het water wat of dus door de betonkoker komt waar we straks gestaan hebben, dat komt hier en uit. En dan gaat het via deze weg, gaat het daar zo via het gemaal, gaat het dus de Westerschelde op. Dit is gemaal Otene. En dit gemaal dat zorgt ervoor dat het water wat dus uit de wijk Otene komt, via deze weg de zee ingaat. En dan zijn wij het in principe op land zijn wij het kwijt. En in de zee is er dus ruimte zat voor het water kwijt te kunnen. Ja, de gevolgen zijn meestal dat we geen problemen hebben, dus het werkt. Dat we toch zo meestal dat het water de goede kant uit gaat. En dat is mooi werk. Opgeruimd zijn netjes. Bij de aanleg van een nieuwe wijk houden we rekening met het water. Maar dat kun je ook doen in je eigen tuin. Kijk, zo zien we het dus liever niet. Als het gaat plensen, gaat het regenwater van hier direct de riolering in en daar vermengt het zich met vies rioolwater. Als we te veel rioolwater hebben, komt het op straat te staan of gaat het zelfs je woning in. En vies water op zijn parket. Dat wil toch niemand? Kijk, zo kan het ook. Dit is een onderhoudsvrije tuin, maar het water wat hierop valt, kan gewoon wegzakken in de bodem. Kijk, als ik regenwater laat vallen op het grind, dan zakt het gewoon weg in de bodem. Terwijl in een tuin met aaneengesloten verharding het water geen kant op kan. Nou ja, alleen de riolering in dan. En die ellende, die wil je niet. Het zou fijn zijn als mensen zich daar bewust van zouden zijn.
En nu kan je misschien denken, ik heb maar een heel klein tuintje, maar met z'n allen maken we wel het verschil. Ik ben er toch wel heel benieuwd wat dit is. René, jij weet het. Dit is een ontlastput. Een ontlastput? Het ontlast het... Het riool. Het riool. Het ontlast het riool. Bewoners van huizen van voor 1960 hebben soms last van borrelende toiletten. Lucht en soms zelfs water dat via de toiletpot omhoog komt. Dan staat opeens je hele vloer blank. Zoals bij mevrouw de Vlieger. Op een gegeven moment, dat was in de namiddag. En toen had ik natte voeten in de gang. In mei. Waren er ook s'avonds zulke grote onweersbuien. En toen stond het helemaal blank. Maar daar is iets aan te doen. Nou kijk, dit is zeg maar zo'n ontlastput. Die is recent geplaatst. Oh ja, dat is inderdaad hetzelfde. Ja. Maar hoe werkt het nou precies? Nou, soms zit er lucht in het riool, wat niet weg kan. Bij een moderne woning is dat goed geregeld, met een standleiding door het dak. Oude woningen hebben dat vaak niet. En wat gebeurt er dan bij extreme neerslagsituaties? Mensen krijgen last van borrelende toiletten. En in het extreemste geval komt het via het toilet in de woning. En dat is onwenselijk. Wat we eigenlijk doen, is het probleem van binnen naar buiten verplaatsen. Dus door dat ontlastputje kan het water, zeg maar, de tuin instromen en ben je het probleem kwijt. Oh kijk, hier zit er nog één. Oh ja. Dus het water stroomt hieruit de tuin in? Dat klopt, want dit is eigenlijk het laagste punt en het water kan eigenlijk zo nu de tuin instromen. En dat is vele malen beter. Nou, een ontlastputje. Weer wat geleerd.